Welkom bij Academie voor de Rechtspraktijk bij Lago Advocaten. Vandaag ga ik het met u hebben over het arrest prijsvrij correndon van de Hoge Raad. Dit is een arrest dat ging over de goodwillvergoeding na het einde van een agentuurovereenkomst. Is dit spannend, zult u denken, want de goodwillvergoeding is toch gewoon wettelijk geregeld? Nou, dat klopt. In artikel 442 van boek 7 van het burgerlijk wetboek staat een uitgebreide regeling over de goodwillvergoeding na het einde van een agentuurovereenkomst. Alleen deze bepaling geeft alleen maar maxima aan, dus de maximale vergoeding. Die is 1 jaar vergoeding berekend over het gemiddelde van de voorgaande 5 jaren. Hoe daar precies mee om te gaan en wanneer dit maximum wordt bereikt of hoeveel minder het dan mag worden, heeft de Hoge Raad in 2012 al eens uitgemaakt in het T-Mobile arrest. Dat was een arrest over een belwinkel die een goodwillvergoeding van T-Mobile wilde hebben na het einde van de agentuurrelatie tussen T-Mobile en die specifieke agent. Daarin zei de Hoge Raad dat het bij de berekening van de goodwillvergoeding op 3 elementen aankomt. 1. Het voordeel dat de principaal, zo wordt de opdrachtgever van de agent genoemd, heeft gehad bij de agentuurrelatie. 2. Een billijkheidscorrectie. In hoeverre is de portefeuille van wat de agent heeft aangedragen waardevol of in hoeverre was het rubbish. En 3. Als plafond dat maximum van die 1 jaar berekend naar het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. In prijsvrij correndon speelde een specifieke agentuurrelatie, namelijk de agentuurrelatie in de reiswereld. En waar in normale agentuurrelaties ervan uit wordt gegaan dat het klantenbestand eigendom wordt van de principaal, is dat in de reiswereld bepaald anders. Daar blijft het klantenbestand eigendom van de reisagent en wordt dus niet eigendom van de reisorganisator. Want in reisland wordt ervan uitgegaan dat de reisorganisator de principaal is van de reisagent. Nou, als klant merkt u er weinig van. U komt in het reiswinkeltje van D-Reizen of online bij prijsvrij.nl. En u boekt een reis. En dat zal het ene jaar zal dat correndon zijn en het andere jaar mogelijk voor precies dezelfde reis is het TUI. Dat zal u om het even zijn als u maar lekker 2 weken of langer op vakantie kunt. Daarachter gaat een hele wereld schuil van wie de klantgegevens zijn. En nu bepalen de A4 reisvoorwaarden die klantgegevens die blijven van de reisagent. En die A4 agentuurvoorwaarden die worden doorgaans door reisagent en reisorganisator in een onderlinge verhouding ingecontracteerd. Dat vormde ook de toetssteen voor de Hoge Raad, zei het wat onder water, want de Hoge Raad zei ja, u prijsvrij reisagent heeft niet kunnen aantonen dat die klantengegevens eigendom werden van correndon en ook niet dat correndon aanspraak kon maken op blijvende overeenkomsten met deze reizigers en met deze klanten. En om die reden zie ik het voordeel niet dat uit die agentuurrelaties behaald. En daarmee zie ik ook niet in dat er hier goodwill met u moet worden afgerekend. En welke tips en tricks geeft dat voor de praktijk? Allereerst, kijk goed welke voordelen er daadwerkelijk genoten worden, want als daar niet op gescoord wordt, wordt er ook niet op de goodwillvergoeding gescoord. Probeer toch echt die billijke vergoeding, als je principaal bent, omlaag te krijgen. En als je agent bent, toon aan waarom die billijke vergoeding hier voor vergoeding in aanmerking komt. Ja, en als ultieme tip of trick voor de principaal. Op het moment dat jij de agentenportefeuille mager vindt, dus de klantenportefeuille van de agent mager vindt, je eigenlijk niet met hem door wil en ook niet met die klantenportefeuille door wil en je wil geen goodwillvergoeding hoeven betalen, draag die klantenportefeuille dan over aan de agent en zeg, joh, het staat jou vrij om hiermee de boer op te gaan, andere principalen uit te zoeken en te kijken of je hier goed geld mee kunt verdienen. Maar ik ga jou dan geen goodwillvergoeding betalen. En dat lijkt mij een valide argument als je het arrest erbij pakt. Ik dank u wel.